Dames en heren, 2 minuten van tevoren kwam Auke Hoekstra uit Eindhoven binnenlopen. Kom er maar bij, Auke. Maar denk maar niet dat hij gewoon niet weet wat hij gespeeld heeft. Hoe was de uitzending te volgen van Eindhoven hier? De livestream hier was perfect. Ik heb alles kunnen horen. Dus, ja? Ja. Oké, dus je hebt ook eigenlijk gewoon... Je reed natuurlijk in een auto die zelfrijdend was. Dus je hebt je presentatie nog aangepast terwijl je hierheen reed. Ik ben nog niet zelfrijdend. Dat gaat misschien nog komen. Oh ja, wat rij jij? Ik reed op het ogenblik een Prius. Want ik heb mijn Nissan Leaf 2 maanden geleden de deur uitgedaan. Ja? Tenminste, ik had een leaseauto. Ja. En die 2 maanden geleden hield het op. Ik verdien nu mijn eigen geld. Ja. En ik ben aan het sparen van de Model 3. Maar ik wil eigenlijk wachten tot het iets goedkopere model op de markt komt. Dus over 2 maanden rijd ik een zelfrijdende Model 3. Hij heeft dus zijn presentatie niet echt helemaal aangepast op dit. Maar hij heeft er wel goed van gehoord. We willen graag de wereld van waterstof in cijfers. We willen het begrijpen wanneer het voor ons sens maakt om erin te gaan rijden. Dus daar het cijfermonster eigenlijk van die we op Twitter altijd hebben. En ze zijn nog bij de Energy Agency zijn ze nog steeds aan het sidderen over die tweets die jij elke keer maakt. Over voorspelling en realiteit. Dus we zijn heel benieuwd. Hoe werkt dit? Ja, je moet op die grote groene knop drukken. Oh ja, en dan gaat hij naar voren. Dat is echt heel ingewikkeld, maar het werkt prima. Oké, Auke, succes. Okay. Ja, ik heb... ik dacht eerst, zal ik jullie allemaal verbazen met enorme hoeveelheden cijfers, want die heb ik wel. Maar volgens mij neemt dat een beetje het zicht weg op hoe simpel het eigenlijk is. Want ik reken er al jaren aan. Ik mag het zelfs. Ik heb nou NOS en RTL gehad dus, en AT5. Dus dan ben je officieel een expert, geloof ik, of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt. En ik reken al jaren op het energiesysteem in zijn geheel. En ik kan jullie alle details vertellen over welke energiebronnen elkaar hoe in evenwicht houden enzovoort. Maar ik snap het gewoon niet. Ik snap het echt niet. Ik reken daar helemaal. Ik snap het niet. Dus nou, ik dacht gewoon even back to basics. En dan kunnen we daar misschien ook voor de panel de discussie over aangaan. En ik dacht ook, ik had de hele set gezien van tevoren. Moet ik nou gaan vertellen hoe het precies zit met waterstof? Terwijl die meneer daar zit. Ik bedoel, jij weet er veel meer van natuurlijk dan ik. Laten we wel wezen. Ik weet best wel veel van elektrische auto's. Ik doe ook heel veel debunks van mensen die roepen die batterijen zijn zo'n probleem, bla bla bla. Maar waterstof weet jij veel meer van. Ik vond Han Noort zijn verhaal ook heel duidelijk vanuit de gebruiker. Neemt een probleem weg wat ik niet merk. Dat is ja, mijn idee ook een beetje. We hebben veel onderzoek gedaan onder EV-rijders. En blijkt dat die willen eigenlijk toch wel een range hebben van 400 kilometer. Nou, sommige 500 kilometer. En als je zegt, ik wil je nog meer bieden, dan zeggen ze, ja, oké, ja, mag, maar... Dus ik snap het gewoon niet zo. Anyway, nou even back to basics. We hebben eerst die brandstofauto, hè? Heel simpel. Problemen zijn denk ik helder. Het grootste probleem is heel simpel eigenlijk. 75% van de energie wordt weggegooid. Het probleem dat vaak vergeten wordt, is we danken ze af na een tijdje. En als je kijkt dat diesels eigenlijk veel meer kilometers rijden dan benzine, dan merk je ook al dat het slijtage van die motor is echt een dingetje. Dus ik verwacht ook in de toekomst dat elektrische auto's langer meegaan, omdat die motor niet verslijt. En van jou heb ik geleerd, en heb ik ondertussen ook een beetje opgezocht, dat ook waterstof toch wat nodig slijtage heeft. Dus we weten niet precies hoeveel, want het is allemaal nog begin van de ontwikkeling. Ik weet niet of ik een S-curve moet noemen, begin van ontwikkeling. Maar goed. Dan krijg je biofuels. Nou, in godesnaam laten we daar nooit aan beginnen. Want als we ons hele energiesysteem moeten voorzien van energie met biofuels, dan hebben we meer landbouwgrond nodig, zal ik maar zeggen, dan we nu hebben. Daar komt het een beetje op neer. En in theorie zou je mooie dingen kunnen doen. Maar in theorie zou je ook met een tiende van de landbouwgrond toe kunnen. En in de praktijk loopt het nu al fout. Dus in godesnaam, doe dat niet. Maar goed, zet er een batterijtje bij. Vreselijk goed idee. Dan kan je met een kleine batterij... kan je elke keer als die motor stilstaat, kan je brandstof besparen. Dus hybride. Waar zit Mark, meneer Rollo's? Marcus, ja, sorry. Hybride is inderdaad een hartstikke mooie manier om super groot deel van je energie al te besparen. Hè? Is veel efficiënter dan diesel bijvoorbeeld. Maar, ja, het is half natuurlijk. Dus we maken die batterij wat groter, we doen er een plug aan. Dan gaan we nog veel meer energie besparen. Dus op een gegeven moment hebben we, in het begin moet ik heel eerlijk zeggen, toen de batterij nog zo'n enorm probleem was, heb ik ook heel vaak zitten rekenen. En toen dacht ik van ja, de plug-in hybride, die heeft een gouden toekomst.
Want met een relatief kleine batterij kan je het grootste deel van je brandstof, of van je energie, kan je duurzaam doen. En af en toe heb je een lange rit. Ach ja, af en toe heb je een lange rit, hebben we toch 80% of zo bespaard. Maar die batterij die bleef maar doorkachelen. Dus ondertussen ben ik van overtuigd dat een dubbele aandrijflijn, dat is echt, het is niet meer van deze tijd. Daar is gewoon, die batterij wordt daar binnenkort veel te goedkoop voor. Weet je wat jij ook zei, hè? Dus fuel cells hebben geen slecht idee. Als die batterij maar een beetje normaal deed. Maar die batterij doet niet normaal. Die batterij blijft maar goedkoper worden, lichter worden, lichter worden, lichter worden. En op een gegeven moment is het gewoon heel lastig concurreren. Dus we gooien er een grote batterij in. Nou, dit plaatje doet ook een beetje denken aan de Tesla. Onderin heb je mooi ruimte voor zo'n batterijpakket. Heb je lekker veel ontwerpvrijheid erboven. Dit is voor een cursus die we met Delft gemaakt hebben. Ik ben van TU Eindhoven, zoals u weet, maar Delft gemaakt hebben. Maar eigenlijk zit hij gewoon tussen de wielen. Dus dit is nu heel groot gemaakt, maar eigenlijk heb je gewoon, als je wilt, tussen de wielen. Dat geldt ook trouwens voor, precies, als je een beetje die omvang hebt, dan heb je 300 kilowatt te pakken. 500 paardenkracht of zo. Kan in zo'n pakketje wel. Dan moet je nog wel een met alles erop en eraan wordt het iets meer, maar het kan tussen wielen. En als je daar aan de kijkt, dan is je aandrijflijn ineens onversluitbaar geworden. Dit ding kan gewoon 1 miljoen kilometer mee. No sweat. Geen onderhoud trouwens. Ja, wordt af fabriek, wordt die geleverd met smering. Nee, dus gewoon geen onderhoud. Ik wou zeggen, van, je hebt wel wat spullen die bewegen en zo, zoals kogellagers, maar goed, die doe je dicht en klaar is klaar. Dus, wat krijgen we dan? En dat waren dus, dit is wat ik de hele tijd doe. En ik heb voor jullie dus simpel gemaakt. Nogmaals, ik kan echt heel veel cijfertjes. Zoals ik dacht gewoon van Vincent, ik ga niet bewijzen dat ik de meeste cijfertjes heb van iedereen, want dan maak ik het helemaal niet helder erop. Dus ik dacht, ik maak het zo simpel mogelijk, want in essentie is het simpel. Je hebt een aandrijflijn, die kost geld. Je hebt natuurlijk gewoon de auto zelf. Mooie auto met alles erop en eraan, maar je hebt een aandrijflijn, die kost geld. En die kost nu bij brandstof, kost die minder geld dan bij elektriciteit. Tenminste, op het ogenblik begint het een beetje, het is nu al bij Tesla in de hogere segmenten iets minder. Dat proberen we dus allemaal op de voet te volgen. Ik heb dan een stuk of wat masterstudenten die allemaal op rekening zijn elke keer. En dan op afstuderen. Nou, en een batterij elektrisch voertuig is nu nog dus een beetje hetzelfde, maar op een gegeven moment wordt het echt dirt cheap. Zo'n elektromotor is gewoon niet kapot te krijgen en is super simpel om te maken. De batterij, nou, toen ik de eerste auto die ik hielp ombouwen, een Volkswagen Golfje bij Nexus. Nou, ik denk dat we wel een mooi huis, ik ben nu een huis aan het bouwen. Dit is een energiepositief huis, een heel mooi huis. Die batterij was iets goedkoper, maar het scheelde niet zo belachelijk veel. Het was echt waanzin. Maar goed, dan had je een point gemaakt. Nu zijn die batterijen iets van 200, 300 euro per kilowattuur. Afhankelijk van of je het wholesale als Tesla inkoopt of als eindgebruiker. Maar we gaan echt naar ver onder de 100. Dat weten we echt zeker. Dat is met de huidige technologie. Daar hebben we nog ineens gepraat over lithium zwavel. We hebben nog ineens gepraat over solid state. We hebben niet gepraat over silicon in plaats van grafiet aan de anode. We komen ruim onder de 100 uit. Dus van straks, voor zo'n 100 kilowattuur batterij, betaal je er nog 10.000 euro. Nou, hoop geld. Zeker, zeker. Maar goed, dan moet je naar brandstof kijken. En brandstof, aangezien het driekwart weggooit, is gewoon best wel een kostenpost. Mensen denken vaak, we betalen zoveel accijns, er wordt zo weinig betaald op elektriciteit. Nou, daar weten we alles van, toch? Ik wou net zeggen, daar weten wij alles van, toch? Dat grote onzin is. Dat je op elektriciteit eigenlijk meer belasting betaalt per kilowattuur dan op benzine. Maar ja, als je driekwart weggooit, ga je toch winnen. En dat vind ik ook zo lastig van een discussie die ik vaak zie met waterstof. Dan wordt waterstof met subsidie, wordt dan ineens 1,5 euro per kilogram. En dan dat wordt dan vergeleken met elektriciteit waarvan 80% belasting is. Kan iemand me uitleggen waar die onzin vandaan komt? Dat slaat toch helemaal nergens op tegen de tijd dat we... Oké, ja. Dus, nee. Dat heavy duty. Oh nee, maar toch even nog één dingetje. Nee, maar komt zo meteen nog terug. Op een gegeven moment zijn alle mensen tegen mij, maar zware vervoer kan niet. Maar toen dacht ik van, ik ben degene die er gewoon de rekensommetjes van maakt. Hoezo kan dat niet? Dus ik heb dat eens een keer door zitten rekenen. Ik heb er een mooi overzichtje van gemaakt, waarbij bleek dat in 2025, 2023,
voor een 40 tonner die 700 kilometer ver kon rijden, want verder komen ze nooit op een dag, was je iets van 2-3 ton extra kwijt, als je ook nog eens een keer meerekent wat je al bespaarde op de aandrijflijn voor die batterij. Dus ik dacht van, oh, geen probleem, dan ben ik gaan rekenen op de kosten. Helemaal geen probleem. Ik heb de mensen van het National Energy Agency hier ook over gesproken toevallig. Die vonden het prachtig. Die zeiden van, dit mogen wij niet publiceren, maar je hebt helemaal gelijk. En toen kwam er waterstof. En waterstof, ja, is in feite natuurlijk gewoon, de batterij wordt wat kleiner, helemaal goed, perfect. Er komen wat tankjes bij, in totaal blijft het volume, wordt iets groter zelfs, want waterstof is wel iets volumineuzer, het is wel lichter. Maar het is wel iets volumineuzer. Batterijen worden steeds lichter, dus op een gegeven moment maakt het, is het lotemoot ijzer, maar goed. Het is natuurlijk inefficiënt, dus al die rekensommetjes van, ja, maar eigenlijk is het goedkoper. Ja, als je gewoon 3 keer zoveel elektriciteit nodig hebt om hetzelfde te krijgen, en je zegt van, maar eigenlijk is het goedkoper, dan ben je aan het cheaten. En als je dat met blauwe waterstof doet, dat is een heel interessante reeks om naar te kijken, want dat is natuurlijk ook wat Shell het liefste wil, dat ze de boorplatform een tijdje aan kunnen houden voor de CO2-opslag. Dan hoop ik dat het voor ons heel goedkoop wordt, omdat ze de kosten die ze niet hoeven te maken om de boorplatforms op te ruimen, dan zelf mogen investeren in waterstof, en dan wordt het nog wel een goede business case, denk ik. Maar het blijft lastig. Dus, als je dan gaat vergelijken, en dat is je sheet, waar ik eigenlijk dacht van, hier staat volgens mij alles op. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. En nogmaals, ik heb de meeste Excel-celletjes van iedereen, maar ik snap het niet. Als je die aandrijflijn neemt tussen batterij, elektrisch en waterstof, even duur, hè? Gewoon dezelfde aandrijflijn. Neem je die batterij, die is straks 10.000 euro, god. Dan is die voor de fuel cell electric vehicle is die een stuk kleiner, dan is die 3.000 euro. Hij moet wel heel veel cyclen, zeg maar zeggen. Hij doet continu werk. Dus hij leidt wat meer, dus het is per kilowattuur iets duurder, maar goed, hij is een stuk kleiner. Maar die fuel cells en tank, nou, ik heb dat met een aantal studenten op 7K gezet, maar ik denk dat dat nog dat netjes is als je het daarvoor doet, hè? Ja. Dus dat betekent dat die hele auto, die wordt straks, laten we even zeggen, even duur. Maar even zeggen, de mensen van waterstof hebben ongelofelijke dingen bereikt, S-curve gaat door het plafond, alles gaat goed, even duur in de aanschaf. Helemaal goed. Gaan we daar even vanuit. En dan vervolgens, die brandstof. Ja, als je niet gaat trucken en je hebt gewoon 3 keer zoveel energie nodig, is die echt duurder. Dat kan niet anders. En dan kan je wel zeggen van, ja, maar waterstof kan je makkelijker op pijpleiding verplaatsen en zo, dat is helemaal waar. Maar ons elektriciteitsnetwerk is zo ubiquitous. Als je kijkt naar snelladers, die worden ook elk jaar goedkoper. Ja, nee, daar zit... Er is heel weinig te halen in de distributie op termijn. Op dit moment is een laadinfrastructuur nog kostbaar. Op termijn kan ik me niet voorstellen dat die veel goedkoper wordt voor waterstof. Integendeel eigenlijk. Dus je betaalt echt veel meer aan brandstof. Maintenance wordt ook veel meer. Dus ja, ik snap het niet. Je hebt dezelfde auto, maar hij is duurder in onderhoud. Hij kost veel meer in de brandstof. Maar je kan er 500 kilometer, je kan er 700 kilometer in plaats van 500 kilometer mee rijden. En je bent in 4 minuten opgeladen als je een waterstoftankstation kan vinden, in plaats van in 15 minuten. Nou, ik zou niet overschrijven, dus ik snap er echt helemaal niks van. En nogmaals, bij zwaar vervoer, als er ergens een waanzinnig goede business case is voor batterijen, dan is het bij trucks, ondertussen verschillende papers over gepubliceerd. Dus ondertussen ben ik van gekke Henkie, was ik 2 jaar geleden. Nou, meneer heeft eigenlijk wel gelijk gegaan. Dus zelfs daar kan waterstof zijn hel niet meer zoeken. Mijn tijd is volgens mij nog 2 minuten. Ja, maar volgens jou nog 1 minuut. Nou, ik wou wat vragen nog. Maar je mag hem afronden, hoor. Dus nou, dit was eigenlijk... Ik wou eigenlijk deze een tijdje laten staan. Dus dit was mijn conclusie eigenlijk. Ja. Ik ben klaar. Ja, je snapt het nog steeds niet. En dit is de conclusie. Ja. Ja. Okay, ik snap het echt prima. Niet. Ik heb een beetje hetzelfde gevoel. Ik ben altijd gepassioneerd geïnteresseerd in waterstof. Ik vind het geweldig interessant. En ik vind die invloeden die daarop zitten. Vincent, is dat ik ben dus heel erg voor waterstof, al duidelijkheid. Hè? Dus ja, in het duurzame energiesysteem is waterstof waanzinnig belangrijk. Ja. Alleen, als je die waterstof dan toch op gaat wekken, waarom zijn we gas met die auto's Het stoppen? Argument. Het argument, Auken, dat wij... Ongelooflijk. Duitsland heeft nu al gewoon qua zonne- en windenergie meer staan dan de maximale hoeveelheid die ze nodig hebben. Dus hebben ze al een goede dag, kunnen ze helemaal draaien op zonne-energie en dan houden ze nog wat over. Op het moment dat we dat soort momenten hebben, dat we gewoon echt veel te veel hebben en het dan waterstof
gebruiken om op een gegeven moment dat tijdelijk te bufferen. Waar denk je dat die buffer, jij komt uit de gridwereld, mm-hmm. Leander, en je komt eruit. Hoe moeten wij, als wij op een gegeven moment naar gaan decarboniseren, hoe gaan wij winter en zomer overbruggen? Met waterstof. Dus wat we gaan doen, dames en heren, is in de zomer hebben we zon en wind over. Gewoon echt te veel, zou ik maar zeggen, als we op een gegeven moment lekker doorpakken. Ja. En dat gaan we niet een paar maanden opslaan de batterijen. Dat is echt no way to go. Batterijen zijn ontzettend goed, dus je elke dag moet cyclen. Of misschien wel vaker, of zijn minst één keer in de week of zo, dan is het hartstikke leuk. Als je één keer per jaar moet cyclen, zijn batterijen zijn echt een vreselijk slechte oplossing. Dan neem je gewoon die hogere prijs, die hogere energiekosten van waterstof op de koop toe, maak je er waterstof van. Ja, alleen als je die waterstof dan hebt, heb je dus een prachtige buffer. Dus je gaat net zoveel zonne- en wind bouwen, dat je met die waterstof samen, zou ik maar zeggen, zomaar winter kan overbruggen. En dat is best wel duur, want je hebt allemaal die elektrolyseapparatuur nodig enzovoort. Dus die waterstof is straks goud geld waard. Ik denk dat echt de waterstof een goede business case gaat krijgen op een gegeven moment. En waterstof van gas maken is ook nog een hele goede optie. Dan kan je dus heel goed, zeg maar zeggen, backup met CCS, kan je backup leveren. Dus ik ben helemaal niet tegen bijvoorbeeld blauw gas. Als dat een goedkopere manier is om die buffer zomer en winter elkaar te krijgen. Maar je zegt, stop het niet in de auto's. Gebruik het om elektriciteit op te wekken. Ja, want de efficiency over de hele keten heen is vergelijkbaar. Dus... Oké. Even kijken hoor. Fijn dat je deze laat staan. Dat je die ja, die is hartstikke goed. Ja, mogen we even naar de dingen toe? Oh, toch wel? Ja. We hebben nog even de normale dingen waar je altijd aan rekent. Hè. Is de productie van batterijen niet slecht voor... Ja, tuurlijk, iedereen kan dat. Is dat niet slecht voor het milieu? Ja. Nou ja, het is natuurlijk slecht voor het milieu, laten we even wel wezen. En wat dat betreft, als je echt auto's wil gemaakt die 1000 km ver rijden of zo, dan zeg ik van, dan ga dan vooral aan waterstof denken, maar dat gaan we helemaal niet doen. Die productie van batterijen, we moeten gaan recyclen en het is slecht voor het milieu. Het is 100 keer beter dan diesel, want je vervangt met ongeveer 100 kilo batterijen. Vervang je 20, 30 ton diesel. Dus dan reken maar uit, dat gaat goed. Het is het enige argument, vind ik persoonlijk, wat waterstof heeft, waar ze wel een puntje hebben. Wij hebben minder grondstof nodig. Mm-hmm. Dat is waar. Okay. Dezelfde vraag die jij nu stelt over waterstof. Zou BEV niet dezelfde vraag hebben? En je zegt ook, het antwoord was ja. Want jij was een heel enthousiast plug-in hybrid man. Ja. Plug-in hybride. En nu zeg je, ja, die batterijen zijn zo goedkoop geworden. Dus die vragen die in 2000 gesteld waren, zouden die nu ook voor waterstof niet gelden? Om te rijden in waterstofauto's? Of denk jij dat op lange termijn... Je hebt al wat aannames gedaan dat de auto's net zo duur zijn als gewoon BEV. En dan vanuit fuel en de energiekant denk je van, nou, dat gaat niet draaien. Nee, het gaat gewoon drie keer zoveel kosten, hoe je ook bent of keert. Nou ja, als Ad van Wijk gelijk hebt met zijn meest optimistische scenario's, dan misschien net iets meer. Maar no way... in hel dat je goedkoper gaat worden in total cost of ownership. Ik bedoel, ik heb het echt op alle manieren geprobeerd. Ik heb alle aandacht geprobeerd, van meest positief tot meest negatief. Nou, meest negatief is helder, maar meest positief, het lukt me niet. Oké. Okay. Nou, dit is geen vraag, dit is meer een opmerking, zeg maar. Dat is hartstikke mooi. Nou, fijn. Ja, zag je je hand op, of was dat... Nee. Oh, je was aan je... Ja, je hebt een goed kapsel wel. Ja, inderdaad helemaal goed geregeld. Goed, dan stel ik voor dat we meteen doorgaan naar het debat. Even een applausje voor Auke, want dat was een geweldig verhaal. Ik heb hier de gouden stekker. Dat is een trofee die wij af en toe uitreiken voor mensen die een bijzondere betekenis hebben voor het elektrisch rijden. Uiteindelijk, wij zijn de vereniging van elektrisch rijders. Dat zijn de gebruikers, zoals Hans Noordzij er een is. En zoals de zaal hier velen zijn. Er zijn mensen die zich buitengewoon verdiepen in het elektrisch rijden. Die cijfers verzamelen, argumenten verzamelen, toekomstvisies verzamelen en maken, zelf maken. Ondertussen ziet hij er ook uit als een profeet. Auke Hoekstra, aan jou komt absoluut deze trofee toe. Jij bent van buitengewone betekenis voor het elektrisch rijden. Dat ben je geweest, dat ben je nog steeds en dat zul je in de toekomst ook zijn. Maar jij verdient absoluut deze trofee. Gouden stekker. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. De gouden stekker is voor jou. Ja. Wat gaat er door je heen? De meest vraag. Nou, oprecht. Ik ben hier blijer mee dan met een PhD of wat dan ook. Want het bewijst dat ik inderdaad... Mijn doel in het leven is het versnellen van de energietransitie. Het versnellen van de acceptatie van elektrische auto's. Ik had 10 jaar geleden nooit gedacht dat ik toch maar een beetje een deukje zou slaan. Ik denk van, nou, misschien ga ik nog een heel klein beetje genoeg in verdienen om daar een beetje nuttig bezig te zijn. Verdient het nog wat? Nou, ik word er niet rijk van, want ik ben nog steeds sparen voor Model 3. Maar ik verdiende vroeger echt een stuk meer. Maar, misschien gaat deze trofee je daarbij helpen. Want jouw roem gaat nu over de wereld. Echt gaaf, dankjewel.